Mark, jullie spelen vandaag met 1-1 gelijk tegen Vitesse. Is dit een terechte uitslag of had er meer ingezeten voor jullie? Ik denk ja en nee. We hebben heel veel kansen gehad. Maar wij hebben ook kansen en mogelijkheden gehad. En hun hadden momenten dat hun beter waren. Wij ook met name aan het eind. Dus ik denk wel dat het redelijk in balans is. Ja, een terechte uitslag, dat sowieso. Ik had wel het gevoel dat er meer in had gezeten. Maar daarvoor hadden wij beter moeten. De mogelijkheden beter moeten uitspelen. Daar hebben we niet echt recht gehad op een op 3 punten alleen. Ik denk wel dat het had gekund. Zeker thuis kun je wel voor een apotheose zorgen, maar echt verdiend hebben we het niet. Waar baseer je dat gevoel op, dat je denkt dat er meer in had gezeten? Nou, omdat we gewoon vaak door hun middenveld heen braken. Ja, en dan moet je hun achterhoede kunnen uitspelen. We zijn er vaak doorheen gekomen, alleen in de laatste paas of net in de afwerking, dat schotte er een beetje aan, vond ik. Aan de andere kant, we hebben ook kansen tegen gehad, dus onze keeper heeft het goed gedaan. We hebben geconcentreerd gespeeld als een team. Ja, punt is denk ik wel realistisch. Na die 1-1 van jou had je het idee, nu gaan jullie erop en erover? Jawel, maar ja, we moesten wel voorzichtig zijn, want hun hadden natuurlijk snelheid voorin. En hun ging ook wisselen. Met een aantal gevaarlijke jongens. En ja, dat wist je. Je moest altijd op dag zijn dat je niet in de counter werd geslacht. Maar de ruimtes werden wel verschrikkelijk groot. En ik had wel het gevoel dat we steeds verder naar voren konden. En ook steeds dreigender konden zijn in de uitval. En dat bleek ook wel. Het publiek ging er ook achter staan. En ik moet zeggen, Frank de Moersje, ja, die is toch iemand die geeft een signaal af. En die rent 3 keer blind, maar... Op een gegeven moment schieten zij wel een bal blind weg ook. En ja, daar reageerde het publiek op, daar reageerden onze spelers op. Dus dat was wel mooi, maar ja, uiteindelijk moet je wel echt goede kansen kunnen creëren. En dat deden we niet echt. In de tweede helft val jij in. Wat voor opdracht kreeg je mee van de trainer? Om Van Arnold in de gaten te houden, die mocht niet over me heen. Om dan tussen de linies te komen en vanuit daaruit ook in het spel betrokken te worden. Om ook mijn momenten breed te houden. Jij scoort hier 1-1. Dat was volgens mij nog best wel een lastige goal, denk ik. Ja, in het veld heb ik hem niet zo ervaren. Maar van de mensen van de bank heb ik het ook gehoord dat de hoek wel vrij lastig was. Alleen ja, in het veld ga je niet nadenken. En dan is het een leeg goal. En dan denk je, die bal moet daar naartoe en je schiet gewoon. En dan is het goed raken of niet goed raken. Ik kan me voorstellen dat het lekker is dat je je eerste minuten hier maakt. In ieder geval in een thuiswedstrijd. En dat je dan meteen scoort. Ja, dat is wel aardig, ja. Ik denk dat wel een goed gemiddelde is. Ja, dat is zeker een goed gemiddelde. Laat je daarmee meteen zien ook dat de training niet om jou heen kan? Je probeert alles zo moeilijk mogelijk te maken natuurlijk. Alleen de trainer maakt daarin keuzes. En die heb je gewoon te respecteren. En vanuit daaruit moet je met je invalbeurten, zoals dus vanavond, moet je je waarde tonen en laten zien. En ik denk dat er vanavond redelijk is gelukt. Ben je tevreden met het spel wat jullie vandaag hebben laten zien? Is de verbetering ten opzichte van vorige week? Het is wel zeker een verbetering ten opzichte van vorige week. Met name in balbezit tegenpartij hebben we echt als een team gespeeld. We hebben hard gewerkt voor elkaar. Veel gepraat, met beleving gespeeld. Alleen tevreden kunnen we nog niet zijn. We moeten nog naar nog een beter niveau. Ik vind persoonlijk dat je Vitesse thuis hier zou moeten pakken. Alleen dat hebben we niet gedaan. Zo goed hebben we ook niet gespeeld. Daarom zeg ik nog niet helemaal tevreden. En ik denk dat we het nu eigenlijk niet overlopen zijn. We hebben het redelijk in controle kunnen houden. De lines redelijk compact kunnen houden. Alleen aan het eind zie je toch het mooie voetbal. Het veld in één keer van 16 tot 16 was bijna. En dan moest je lopen. Alleen dan maakt het ook wel weer leuk en dat maakt het extra weer spannend.